Geen mollen. Betekent geen goede biodiversiteit, want er is geen eten in de bodem. Of hij kan er niet bij komen. Kan ook. Hoe krijgen we de mol terug? Een beetje aardig voor hem zijn. Dit zijn molshopen hier. Dit zijn molshopen. Nou, hier ligt er ook gewoon zand. Zanderig grond ligt hieronder. Eén mol kan heel veel molshopen maken. Dus het hoeft niet per se te zijn dat dit door heel veel mollen gedaan is. Maar dit kan ook gewoon door één mol gedaan zijn. De KNNV houdt zich bezig met veldbiologie. Dus alles wat buiten groeit en bloeit. En dat willen we graag leren kennen. We staan vandaag op bij Kreekhuizen. En we zijn bezig met de mollentellingen te doen. Dit weekend is mollentelling. En dat is een project van de zoogdiervereniging Ravon. En die wil graag landelijk weten van waar zitten de mollen. En omdat er vanaf februari de mollen lekker weer actief worden, omdat ze op zoek gaan naar een partner, kun je dus heel veel molshopen tegenkomen. En dat zie je hier ook. Je ziet een hoop molshopen en die kun je ook invoeren. En op die manier kun je landelijk zien hoe het gesteld is met de mol. En de IJsselmondse mol? Nou, daar gaat het denk ik best wel goed mee, aangezien ik elk jaar weer nieuwe molshopen vind. De mollen is een jaarlijkse terugkerende activiteit die nog niet zo bekend is. Wij zijn overigens ook nog niet zo bekend. We bestaan nog maar een jaar. En mollen zijn ontzettend belangrijk voor de kwaliteit van onze bodem. Daar hebben jullie onderweg van Sharida al een en ander over gehoord. Hij graaft een gangetje. En hij gebruikt het losgemaakte grond gebruikt hij eigenlijk om zijn gangstelsel te verstevigen. En alles wat hij overhoudt aan grond, wat hij dus binnen in zijn gangstelsel niet kwijt kan, dan probeert hij omhoog te douwen. En dat zijn die molshopen die je ziet. Ja, we hebben hier een restant van een molshoop waar we wat schepjes uitgenomen hebben om te kijken of hier toevallig ook bodemdiertjes in te vinden zijn. En wat gaan we ermee doen? We gaan bij Energiehuis hebben we allerlei spullen staan, loepjes en dergelijke. En daarmee kunnen we wat beter naar de, dieren, naar de bodemdieren kijken, omdat die best wel klein kunnen zijn. Wat denk je aan te treffen? Nou, ik hoop wel dat we in ieder geval een regenworm aan kunnen treffen. En wat andere kleine bodemdieren als pisbedden en misschien wel springstaartjes. We hebben een bodemmonster meegenomen. Dat is de molshoop die we open hebben gegraven. En kijken of daar insecten in te vinden zijn die waarschijnlijk door de mol gegeten worden. Wat vond u ervan? Ja, ik vond het wel verhelderend hoor. Het opent je ogen weer voor een stuk natuur. En nu verbaas ik me erover dat die mol toch best wel honger gehad heeft. Want ik kan echt niet veel vinden.